Bergendalse wethouder gaat op e-chopper langs de dorpen. Daar wil hij in gesprek met de inwoners over duurzaamheid. Maar eerst, bij siertegelbedrijf Excluton in Druten heeft in de nacht naar woensdag een grote brand gewoed. Na zo'n 5 uur blussen moest de loods waar de brand woedde als verloren worden beschouwd. De brand ontstond iets voor 3 uur in een loods waarin de kantoren en proeftuin van het bedrijf zitten. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een loods van 60 bij 40 meter. Doordat er maar 1 waterleiding beschikbaar was, was het een moeilijke brand om te blussen. Uiteindelijk moest er water uit de Waal gepompt worden. Wel wist de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woonhuis. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 9 jaar geleden woedde er ook al een grote brand bij het bedrijf. De gemeente Bergendal gaat in gesprek met de inwoners over duurzaamheid. Wethouder Erik Weijers rijdt op een e-chopper langs de dorpen in de gemeente. Daar deelt hij enquêtes uit en wil hij in gesprek gaan met de inwoners over hun ideeën en meningen. Ik wil graag de komende weken in gesprek gaan met de inwoners van Bergendal. En dat doe ik op een laagdrempelige manier. Ik ga namelijk met een e-chopper door de dorpen heen. Op zoek naar de inwoner die ik daar aantref bij winkels, bij dorpsverzamelpunten. De wethouder gaat met de inwoners in gesprek om te achterhalen hoe de inwoners zelf bezig zijn met duurzaamheid en wat ze vinden van de plannen van de gemeente. We kiezen er nu voor alleen zon op dak en zon op land, maar moet er ook verder gekeken worden naar bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens, welke grootte dan ook. Of hebben we andere vormen van energieopwek nodig, bijvoorbeeld waterstof of iets dergelijks. De inwoners van de gemeente Bergendal kunnen hun mening delen via een enquête. De enquête die staat vanaf vandaag staat die op samenbergendal.nl. En daar, dat is een digitale vragenlijst waarin mensen worden bevraagd naar hun eigen omgeving, hun eigen gewoontes en hun eigen wensen. En er wordt gevraagd naar wat ze voor de toekomst willen met Bergendal. Dus het is een digitale vragenlijst. We nemen ook fysiek vragenlijsten mee. Dus op het moment dat we mensen tegenkomen bij een supermarkt of in het dorp, kunnen ze die ook ter plekke invullen en aan ons meegeven. De wethouder wil eind van het jaar in gesprek gaan met de gemeenteraad en wil daarbij de resultaten van deze enquête meenemen. De gemeenteraad is natuurlijk gekozen door de inwoner en vertegenwoordigt de inwoners. Maar ik vind dat het ook af en toe goed is om de mening van de inwoner te peilen om dat mee te geven aan de gemeenteraad. De dorptour die gaat volgende week vrijdag 6 oktober van start. Het is natuurlijk altijd voor wat hoort wat. En in dit geval onder alle invullers van de enquête delen we 10 lunchbonnen uit ter waarde van €50. Dus er staat nog wel wat tegenover. Het Nijmeegse plan om in de avond en nacht een parkeertarief van €30 in te stellen verdwijnt in de prullenbak. Het idee was om overlast in de avond en nacht in het centrum van Nijmegen aan te pakken met peperduur parkeren. €30, of je er nu 1 minuut of een hele dag staat. Het college laat nu in een brief aan de raad weten dat er te veel juridische haken en ogen aan kleven. Het voorstel wordt om die reden ingetrokken. De man die tijdens de kermis in Zetten met een mes zwaaide naar de ex van zijn vriendin mag 3 jaar lang niet in eigen woonplaats komen. Daarnaast mag hij geen contact zoeken met zijn slachtoffer en hij moet nog een maand celstraf uitzitten. Maar de politierechter vindt een contact- en locatieverbod het belangrijkste om te voorkomen dat het opnieuw misgaat. De twee mannen hebben al een jaar ruzie met elkaar omdat de 23-jarige verdachte een relatie heeft met de ex van het slachtoffer. 2 weken geleden hield de politierechter de zaak aan omdat hij beelden wilde zien van het steekincident op zaterdag 19 augustus tijdens de Zettense kermis. Zijn conclusie? Het is niet te zeggen hoe dichtbij het slachtoffer stond toen de verdachte een zwaaibeweging met een groot mes maakte. Om die reden ziet hij geen bewijs voor een poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, wel voor een bedreiging. Het aantal koffieshops in Gelderland is de afgelopen 20 jaar gedaald. 12 gemeenten in onze provincie tellen 1 of meerdere plekken waar je legaal een jointje kan halen. Dat blijkt uit een inventarisatie in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gelderland telde vorig jaar 45 koffieshops in 12 gemeenten. Dat zijn er 13 minder dan 20 jaar geleden.
Met 12 coffeeshops is Nijmegen de Gelderse koploper. De Waalstad telde er 20 jaar geleden nog 16. De cijfers laten eigenlijk vooral zien dat het merendeel van de Gelderse gemeenten geen coffeeshops heeft. Onze provincie telt 51 gemeenten, waarvan er 39 geen enkel verkooppunt hebben. De Vrije School Meander in Nijmegen heeft woensdag de tweede groene vlag van EcoSchools ontvangen. Deze vlag krijgen ze omdat duurzaamheid centraal staat op deze school. De school heeft een eco-team van 8 kinderen dat bezig is om de school te verduurzamen. Ja, wij komen regelmatig samen met de kinderen van het eco-team. En we vragen dan de kinderen, wat vinden jullie nou belangrijk waar we als school aan gaan werken? En dan komen er allerlei ideeën en daar zoeken we dan iets van uit waar we denken, hey, dat kunnen we met de school gaan aanpakken. En daar hebben we bijvoorbeeld de warme truiendag doen we aan mee, de e-waste race, maar ook bijvoorbeeld het groene schoolplein, dat wordt ook met de hele school aangepakt. Dus het zijn allerlei dingen die we doen. Je krijgt verschillende certificaten, eerst brons en zilver en dan de groene vlag. En ja, omdat we nu de tweede keer de groene vlag hebben, ja, zijn we natuurlijk heel blij. En geeft EcoSchools van Nederland ons ook de certificaten voor. Elk kind heeft dan daar een mooi papier van. Ja, ja, top en leuk. Ja, daar zijn we super trots op. De Eco-vlag is inderdaad de tweede groene vlag die Vrije School Meander krijgt. En daar staat achter een eco-team met kinderen, een heel school met kinderen, leerkrachten die zich inspannen om op een aantal thema's van duurzaamheid en groene schoolomgeving, om aan al die criteria te voldoen. Het zit op een thema bijvoorbeeld als afval. Kinderen hebben afval geprikt, het eco-team. Het zit op het thema energie, dus de kinderen hebben met ouders en omgeving een e-waste race gedaan, dus 4 weken lang inzamelen van apparaten. Een warme truiendag, we hebben zonnepanelen, we hebben een groen plein. Ja, er wordt zoveel gedaan. Ik denk dat ik dan nog wel eventjes 10 minuten door kan praten. Duurzaamheid komt terug in alle aspecten op deze school. Dat begint al natuurlijk met het materiaal wat we op Vrije School gebruiken. Het is altijd van natuurlijk materiaal, dus daar begint het al mee. Daar hechten we waarde aan. Hout, bijenwas. Dus het begint al met het materiaal. Maar ook vanuit de gemeenschapszin, het gezamenlijke denken, dat we gezamenlijk met z'n allen goed moeten zijn voor de natuur. Dat zit verweven in de lessen en in hoe we met elkaar omgaan. Dan lopen we nog even door de berichten op de social media. Studentenvakbond Accu is verbaasd over het bericht dat vandaag naar buiten is gekomen over het ontslag van alle studentassistenten binnen de faculteit der managementwetenschappen. Dit zou een gevolg zijn van bezuinigingsmaatregelen. De vakbond zegt dit te willen onderzoeken en roept ontslagen studenten daarom op zich bij hen te melden. Het oudste café van Nijmegen krijgt een kleine opknapbeurt. Op Facebook laat In de Blauwe Hand weten dat het café momenteel weer strak in de lak wordt gezet. Momenteel moet je dus even om de stijgers heen lopen, maar aanstaande vrijdag moet de klus alweer geklaard zijn. En op de Facebookpagina Maas en Waal vooral vestigt nog één keer de aandacht op de evenementen die komend weekend in Beuningen plaatsvinden. Zaterdag zal er namelijk weer een modeshow plaatsvinden op 3 momenten in de middag op het Julianaplein. Zondag staat die locatie vervolgens in het teken van het Groen Festival en is het Koopzondag. Deze woensdag was toch wel de beste dag van de week wat temperatuur betreft. Die 24 graden gaan we namelijk niet meer halen. Maar morgen wordt het nog steeds een keurige 22 graden in de regio. Daarbij blijft het droog en is de zon regelmatig te zien. Dat gebeurt het meest in de ochtend. In de loop van de middag trekt er wat meer bewolking over, maar het blijft wel droog. Vrijdag zullen we wel met wat regen te maken krijgen. Grote hoeveelheden blijven uit, maar de kans op regen is in onze regio wel het grootst. Daarbij zal de dag voornamelijk bewolkt verlopen. Het wordt hierbij maximaal 21 graden. Tot zover het RN7 regio nieuws van woensdag 27 september. Het laatste nieuws uit de regio vind je op onze website rn7.nl en in onze gratis RN7 app. Morgen zijn we weer terug. Graag tot dan.